De medewerkers van de Rotterdamse webshop Coolblue draaien de laatste dagen overuren. Bij het bedrijf worden massaal kerstcadeautjes besteld. Dit jaar wordt er 30% meer verkocht dan normaal rond de feestdagen. Op dit moment hebben we het vreselijk druk. Ik zeg altijd, de poort gaat om 8 uur open. 3 uur hebben we de laatste leverancier. En ja, het blijft hier de hele dag gewoon volstaan met allerlei mooie producten. De hele dag door wordt er keihard gewerkt, zodat alle bestellingen van die dag om 10 uur 's avonds met de vrachtwagen mee kunnen. De dag erna moet de klant het pakketje al in huis hebben. Een hoop last minute kerstcadeautjes dus. Op dit moment merk ik dat het meest verkocht wordt zijn spelletjes of spelcomputers. Maar we hebben ook heel veel producten zoals koffiezetautomaten, keukenmachines, stofzuigers. Van alles en nog wat eigenlijk. Maar ondanks de drukte hebben de medewerkers er alle vertrouwen in dat alles op tijd wordt bezorgd. We redden het altijd wel. Bij ons is heilig. Voor 10 uur besteld, volgende dag in huis. Maar het is wel hectisch, zeker tegen het eind van de avond.